Ons land is niet uit op oorlog. Dit zei minister Krishnamathura van Defensie voor aanvang van de Raad van Ministers afgelopen woensdag. De uitspraken van Jagdeo wekken het gevoel op als zou Guyana de kwestie visvergunningen anders willen oplossen. Minister Mathura geeft aan dat het nog voor Suriname, nog voor Guyana gezond is om problemen op te lossen middels oorlogvoering. We merken dat er wat spanningen opkomen, maar laten we hopen dat het niet komt tot escalatie. Niemand wil oorlog, want dat brengt alleen maar schade. We hopen in goed overleg en dialoog de spanningen te minimaliseren of weg te werken. En wanneer het gaat om bescherming van Suriname en het volk van Suriname, is Defensie altijd ready. Met alle hart en diensten staande middelen zijn we er altijd ready om te beschermen. Motivatie is op verschillende gebieden te merken bij de militairen. Ondanks de schaarse middelen waarover het Nationaal Leger beschikt, is Suriname gegarandeerd van bescherming, benadrukte minister Mathura. Militairen, zoals ik ze ken, zijn altijd paraat en ready en loyaal om hun land en hun volk te beschermen. En dat hebben we in de afgelopen periode gezien. In de afgelopen 2 jaren dat ik leiding mag geven aan die defensieorganisatie, heb ik nog nooit zulke gemotiveerde mensen gezien. U mag nagaan, alle projecten hebben ze kunnen uitvoeren. Of het nou is armoedebestrijding, ondersteuning daarbij, of het is bij overstromingen, militairen, waar zijn altijd ready bij alle activiteiten.